Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebal. Ik ben een journalist en ik schrijf over popcultuur en daarom ook heel veel over strips. En daarom sturen uitgevers mij af en toe strips op in de hoop dat ik ze ga behandelen of dat ik de maker ga interviewen. Dat wil ik wel graag, vaak, want het zijn vaak mooie albums. Deze is binnengekomen van uitgeverij De Harmonie, zoals je ziet. En dat ziet er wel heel te gek uit. Zo'n envelop valt natuurlijk meteen op, zo'n bubbeltjes envelop en die gave kleuren en zo. Ik vermoed dat hier het nieuwe singles album in zit. Maar we gaan even kijken wat erin zit. Maar in ieder geval, ik zag dit pakketje en ik dacht, nou, dit is zo mooi ingepakt. Hier moet ik al even een vlog over maken. Want dat zie je gewoon niet elke dag. Hoppakee. Het is echt bubbeltjes ook. Jeetje. Het is echt wel goed gedaan. Het zit goed dichtgeplakt ook. Dat doen ze wel vaker, maar dit is echt... misschien hebben ze inpakcursus gedaan. Okay. Spanning stijgt in huis van Minnebal. En dan komt nu het album eruit. Ja, de nieuwe single. Dat dacht ik dus al. Eén keer per jaar komt er een nieuw album uit van Hanco Kolk en Peter de Wit. Single Swipe. Moet je kijken wat een gave cover dit is. Even dichtbij kijken zo. We zitten inderdaad ook wel in de swipe generatie, heb ik het idee. Ze zijn altijd erg bij de tijd, die twee mannen. Gek. Na veel mislukte dates heeft Fatima een Tinder date met staticus Dirk. Met behulp van spreadsheets en cirkeldiagrammen weet hij haar ervan te overtuigen dat ze de perfecte match zijn. Cijfers en percentages liegen niet. De laatste twijfel bij Fatima verdwijnt als Dirk een appartement met inloopkast weet te vinden. En als hij ook nog de perfecte minnaar blijkt te zijn, is Fatima in de zevende hemel. Dan leest Dirk dat relaties gebaseerd op data en algoritmes niet werken en maakt het uit. Oh, Fatima's hart is gebroken. Dat schreeuwt om wraak, vinden haar beste vriendinnen Stella en Nienke. En Stella weet hoe. Wauw, te gaaf. Volgens mij hebben ze het weer zo gedaan dat het één doorlopend verhaal is. Dat hebben ze in het vorige album ook gedaan. En ik ga jullie even wat laten zien gewoon. Leg mijn persbericht eventjes. Ga gewoon even aan het begin van het album kijken hoe dat eruit ziet. Het is lente dus. De nieuwe accounts steken hun kopjes op. Kost me een eeuwigheid om weg te swipen. Oh, dit is ook wel heel grappig. Ik vind het sowieso een leuke strip. Ik vind Hanco en Peter zijn een van de beste komische stripduo's die we hebben in Nederland. En single is zeker een hele leuke, goede strip voor mannen, vrouwen. Maakt eigenlijk niet uit. Iedereen kan zich er wel in herkennen. Love is in the air. En het is gaaf getekend door Hanco. Spannend. Vanavond ga ik voor het eerst downdaten. Downdaten? Daten met iemand die lager is opgeleid dan jezelf. Ja, duh. Maar hoe kom je daar nou ineens bij? Ik dacht dat ik Tinder had geïnstalleerd, maar het bleek minder te zijn op die fiets. Oké, gasten. Nou, dat is volgens mij hebben jullie een heel leuk album gemaakt. Dat ga ik zeker met plezier lezen. Is dus nu uit, de nieuwe single. Ik neem aan dat jullie deze strip eigenlijk al kennen. En anders hebben jullie wel eens de tv-serie gezien. Met onder andere Katja Schuurman als Stella. Ik ben wel benieuwd. Kennen jullie deze strip? Ja, natuurlijk. Wat vind je ervan? Vind je het leuk? Of vinden jullie het werk van Hanco en Peter, andere reeksen, misschien leuker? Ik vind in ieder geval de cover vind ik alweer helemaal geniaal. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En dat het dan in deze verpakking komt, is natuurlijk ook heel erg grappig. Dus dankjewel De Harmonie. Het ligt gewoon in de winkels, jongens. Ik zou zeggen, ga lekker swipen met single. En dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Like en subscribe als je het leuk vindt wat ik maak. Dat helpt, dat kietelt het algoritme. En ik zou zeggen, op naar de volgende vlog.